Cornelia pakt die koppositie. Dan komt die Arbeo komt er aan. En daar komt er een diepe Putra. En daar komen ze, dames en heren. De laatste rechte stuk op. Met 4, 5, 6 en 8. En dan gaan we kijken. En goed komen ze over. Crean Steven, 350 meter, een winnende tijd van 20.97. De hele dag hard werken, de hele dag klaarstaan voor Inaba, maar nu staan wij klaar voor hun. En dat is de winning van de Vries, met hun Ecstasy Eyebrow, eerste Nederlands kampioen. Geef u allemaal een groot deel applaus. Sandra, een jongen uit de jullie gegund, super geholpen. Hij heeft een kaart moeten vechten, de laatste bocht, wist ik het nog niet. Maar deze heeft wel Bello, wist zijn neus hier als eerste over de streep te drukken. 20.97, grote klasse, proficiat.
die mooie krans omgaan in de winkel. Grote, grote klasse, zoveel genieten vanuit. Het is je zo gegund. Een hele mooie nieuwe Nederlands kampioene, Aybero van de familie Vries, nogmaals van harte gefeliciteerd. Als zeer, zeer mooie tweede, de 21.13. Figaro's Petra van Henk Thuis komt naar voren toe. Als favoriet ging hij weg, hij lag ertussen. Hij had de start niet mee en dan toch nog tweede worden. Een hele grote prestatie voor die Figaro's Petra. Henk, hartelijk gefeliciteerd, 21.13 voor die Petra. En wie had dan durven te wedstrijden? Er staat al een los. Ik stond te kijken, ik zie het goed. Het was een streep 6 die daar een onnoemelijke start had. Hij kwam hier als derde over de streep. Rond om de zwart werd gestreep 6. Cornelia de Toornvalk van de familie van der Schoot. 21.18. Een hele mooie derde plaats. Mevrouw van der Schoot op u. Hartelijk gefeliciteerd met die mooie derde plaats. Grote, grote klasse. Proficiat. Als vierde. Ook een van de harde werkers van deze baan. Ecstasy Explosion. Van de Jan Veerman hier in Rotterdam, de voorzitter. 21-27, Jan van Aliskant. Hartelijk gefeliciteerd. Super gelopen, Jontje Heel. Ecstasy Explosion, een hele mooie vierde plaats. 21-27. Als vijfde, Unique Riviera. Kennen Futo van mevrouw Goos. 21-29, mevrouw Goos, ook u hartelijk gefeliciteerd. Een hele mooie vijfde plaats voor die uniek 21-29 proficiat. En als laatste mag plaatsnemen, Wiegelbos Lizzie. Ja, goed gestreden, mooie finale plaats als zesde, 21-65. Familie Lamers met Wiegelbos Lizzie, ook u hartelijk gefeliciteerd. Met die mooie zesde plaats. En natuurlijk Marcel, ik weet niet waar je staat, ook hartelijk gefeliciteerd. Alle finalisten, hartelijk gefeliciteerd. En we gaan natuurlijk het luiden spelen voor de nieuwe Nederlands kampioenen. En ook voor u natuurlijk, die iPhone. En er is nog eentje aan die zijkant te genieten. Super.